Goedemiddag. Nou, dit is het bankje waar ik heen ga als ik even denk, hier zit ik helemaal lekker. Daar woon ik. En dit is dan waar ik op uitkijk. En als ik zo kijk, weet je wel, rustig zitten en genieten van mijn peukie. Ik zie wit met bruine koeien, ik zie zwart met witte koeien, ik zie hele zwarte koeien. Ik zie daar zelfs een bruin met witte koe met een zwarte stip op zijn bil. Ja, dat zie ik. Maar heten die koeien allemaal anders? Nee, het is allemaal één koe. Het is allemaal dezelfde koe. Ze hebben alleen een ander kleurtje. Dat is een beetje wat er aan de hand is. En dan zal er ook gerust wel één van die koeien hier, die zal wat ander gedrag vertonen dan de rest. Ja, dat kan. Maar het blijft nog steeds een koe. Samen. Het is een kudde. Ze staan ook samen in de wei. Zullen de koeien dan ook 's avonds in de stal, hè? Ik weet niet hoe dat werkt, maar zullen ze dan ook zeggen van, nou, ik ben er nu helemaal klaar mee, want ik ben de enige bruin-witte koe met een zwarte stip op mijn reet. Ik wil ook een eigen vlag. En ja, doen de koeien dat? Ik denk het niet. Want volgens mij zetten de koeien zich niet af van hun eigen ras. Van de koeien. Een koe zal altijd een koe zijn. Of dat nou een vrouwtjeskoe is die op een vrouwtjeskoe valt, of een stier die andere stieren aantrekkelijk vindt, dat maakt helemaal niet uit. En of het nou een bruin met witte koe is, of een zwarte met witte koe, ook dat maakt niet uit. Het blijven koeien. En dat is het idee wat ik, sinds ik hier zit, een beetje over aan het nadenken ben. Dat ik denk, mensen, waar zijn wij mee bezig? Waar is de wereld mee bezig? Waarom zou je jezelf afzetten van de rest van de mensen en daar dan ook nog extra aandacht voor moeten hebben? Of zo. Waarom is er, is er dan een tijdje, maar waarom is er een prijdmand waarin dan aangegeven wordt, nou, dit is de maand dat jij je gigantisch proud moet voelen op jezelf. 1 maand in het jaar. Nou, sorry hoor, maar ik ben 365 dagen fucking proud op mezelf. En er is echt geen vlag die mij hoeft te vertellen dat ik respect moet hebben voor alle mensen, aangezien naar mijn idee de vlag steeds meer mensen uitsluit. En dan kom ik dus weer terug op de koeien. De kudde koeien, die gewoon koeien zijn. Die gewoon doen wat ze moeten doen en mij af en toe ook nog gewoon mijn rust geven. Zodat ik lekker naar ze kan kijken. En er is ook geen eentje die vanochtend heeft bepaald van, nou ga ik een heel strak latex pakje aantrekken en dan ga ik door de wei huppelen. Maar dat doen koeien ook niet. Dus ja, misschien zie ik het allemaal verkeerd hoor, dat kan. Maar ik ga weer even genieten van mijn rustplekje. En dan strak weer de madness in. Ik wens iedereen een hele, hele fijne en vooral lichte dag. En proud zijn, hè, op jezelf. Ciao.